Alles goed, jongen? Gaat het goed? Jawel, jawel, ik mag niet klaar. Hoe noemen ze je nou eigenlijk? JP of wat? Nee, ik heb een paar namies. Ja, dat, ja. dat zijn er een paar. Je, dat dacht ik al. Natuurlijk heb jij een paar namies. Nee, je hebt JP gewoon. JP. Je hebt JP, dat zeggen de trainers meer. Die zeggen JP? Ja, ik ben natuurlijk nog een jonkje. Tussen de... En het is natuurlijk, heb je ook een senior hier lopen, dus ben ik natuurlijk het jongere broertje soort van. Hè. Dus ik moet gewoon JP zeggen? Ja, of JP. En, wat zeggen de spelers dan? Yanga. Yanga? Ja. Is dat je naam hier? Yanga, ja, zo noemen ze hem inderdaad. Hoe schrijf je Yanga dan? J-A-N-G-A. En waarom heet je Yanga dan? Ja, daar heb ik niet eens echt de reden voor, zij ook niet. Het is gewoon zo ingestroomd, maar ja, soms moet je ook niet te veel vragen willen stellen, Harry. Als je hier mag spelen op je 20ste. Ik denk dat zelfs mannen die misschien al tegen de 40 aan zitten, het al een eer vinden om hier te spelen in het stadion, laat staan de jongen van 20. Maar 40? Als je 30 bent, als je 25 bent, dan is dit toch... Dat is... Nee, dan is het zeker... Ja, maar luister, je bent eigenlijk nog een jongen en de jongensdroom is nu al uitgekomen. Nee, klopt. Dat is toch belachelijk? Klopt. Nee, is zeker belachelijk. Dat is toch raar in positieve dat zin. Jij hier mag spelen? Ja, raar was het in het begin misschien een beetje, maar dat gevoel is nou onder andere weg. Wat is er gebeurd met die dip van jou? Leg mij nou eens uit hoe jij in een dip bent gekomen en hoe je daar dan weer uitkomt. Want ineens was je weg. Nee, ik was ineens weg inderdaad. Het leek nergens meer op. Klopt. En ik dacht bij mezelf, god man, wat is er met die Boeitjes? Met Yanga aan de hand. Nee, ja, je was niet de enige die ze dacht. Ja. Nou, hoe kom je in zo'n dip? Hoe kom je in zo'n dip, ja? Leg mij dat nou eens uit. Nee, als ik daar... Ik ga even daar staan en denk er even over na. Zal ik er maar over gaan nadenken? Ga jij eens even nadenken? Zal ik er maar over gaan nadenken? Denk jij nou eens na hoe je in zo'n dip komt? Ja, hoe kom je zo... Ja, het is meer de onrust die in je kopje terechtkomt, denk ik. Onrust in je kopje? Ja, er kwam onrust in je kopje. Ja. En toen? Nou, daar ging ik gewoon verkeerd mee om. Ik denk, je hoort... Natuurlijk dingen van buitenaf. Ik wil even uitleggen dan over onrust. Wat gaat er dan voor onrust in je hoofd om? Je hoort meer dingen van buitenaf. Met het ene seizoen is het andere seizoen niet. Oh, en, dat zeiden ze tegen jou? Ja, en tegenstanders weten nou bijvoorbeeld hoe jij voetbalt. En daar willen ze een antwoord wel op hebben. Oh. En zulke dingen, ja, ik weet niet, op een of andere manier bracht het wel misschien een kleine onzekerheid ergens binnen. En ja, dan ga je op een gegeven moment een soort van met jezelf vechten. Het is niet zo dat je aan je eigen kwaliteiten twijfelt, maar je bent eigenlijk meer bezig met je tegenstander dan dat je eigenlijk met jezelf bezig bent. Hoe kom je daar dan weer uit? Hoe kom je daar weer uit? Nee, ja, het is, want het is wel gelukt. Hard blijven werken, je vertrouwen op de trainingen, proberen mee te nemen naar wedstrijden. Precies, opbouwen. En uiteindelijk zie je dat het stap voor stap dan weer wat rustiger wordt, ook op het veld. Naast het veld krijg je weer je touwtjes in handen. En op het veld heb je weer het gevoel dat Yanga weer kan voetballen. En dat moet je hebben. Ineens was die lichtvoetigheid daar weer. Ja. Maar die was weg. Die was weg. Dat leek me een zware. Zware, nee. Je bent niet de enige die het zegt. Hoe kan mensen het van dichtbij, mensen van buitenaf, iedereen zei het inderdaad. Dat leek me of je kipt kilo's in je schoenen zwaar. Nee, ja, dat ik niet. Denk, waar zijn nou die voetjes? Waar zijn die voetjes? Ja. Maar de voetjes zijn er weer. De voetjes zijn er. Wij vlagen. Het is nog steeds niet wat het is geweest en wat het uiteindelijk moet zijn. Maar de lichtmoedigheid komt bij Vlaag weer terug. Het komt eraan, toch? Het komt eraan, zeker het weten. Komt eraan. Zeker weten. Ja, jongen, ik heb al een vertrouwen in jou. Echt waar, hoor. Daar ben ik blij mee. Even wat anders. Jij hebt Feyenoord. Jij bent Feyenoord toch ook een beetje. Niet dan Feyenoord, hè? Ik maak deel uit van Feyenoord. Feyenoord. Samen met een hele hoop andere mensen en natuurlijk. Ja, dat is wel zo. Luister eens even goed. Kan jij voor mij het eerste couplet zingen van Hand in Hand, Kameraden? Ken je dat uit je hoofd? Ga je mee naar het stadion? Ja, goed. Van de ploeg. Nee, van rood en wit. Ja, ga door. Zoek een plaatje in de zon. Ja. Waar je zo gezellig zit. Juist, ga door. Kijk, ze komen op het stadion, niet Harry. Ja, ga door. Ga je doen voor kelen, Harry? Ja. Duizend kelen. Ga door. Jij staat ervan versteld. Wauw. Als de sterrenploeg gaat spelen, dan is alles wat je hoort. Het lied van Feyenoord. Harry. Ik wil niet veel zeggen, maar je bluft me geweldig af. Want ik dacht bij mezelf, dat weet je niet natuurlijk. Natuurlijk wel. Ja, ik ben een jonge jongen, maar ik kom er ook sinds kleins af aan, kom je eraan. Ja, dan komen die liederen vaak. Ik heb er lang niet meer gezongen, dat is wel zo. Knap. Tuurlijk. Sterk. Tuurlijk. Goed, jongen.